In Oostenrijk speelt Vitesse morgen een oefenwedstrijd tegen Başakşehir, een hele pittige tegenstander uit Istanbul. De spelers kijken de hele week al uit naar het duel tegen de nummer 2 uit de Turkse competitie. De Arnhemmers hebben in ieder geval een uitstekende trainingsweek achter de rug, waarin iedereen zich goed staande heeft gehouden. Oh, meer dan uitstekend. Het is alleen zo dat natuurlijk naarmate het einde vordert en ze heel veel energie, het kost hun natuurlijk al meer energie dan die andere jongens. Dan ga je wel wat pijntjes, dat gaat je opvallen dat er wat pijntjes zijn. Maar goed, dat weet je van tevoren, hou je ook rekening mee. En dat heeft ook wel invloed dadelijk in speelminuten. Maar goed, ik kan niet anders doen dan de jongens een compliment geven. Thomas Bruns, je bent nu een aantal weken bij Vitesse. Hoe bevalt het? Ja, goed. Ik moet zeggen, we hebben een leuke groep. Trainingen zijn leuk. Intensief, maar er is plezier, dus dat is het belangrijkste. Ja, er wordt heel hard getraind deze week, maar er lijkt inderdaad ook veel plezier in de groep. Hoe ervaar jij dat? Ja, daar ben ik met je. Mooi beeldje. Nou, dat is Michael. De man van het plezier. Nee, er is veel plezier in de groep, maar als er getraind wordt en er moet serieus gewerkt worden, dan gaat het ook daarom. En na de tijd is er weer ruimte voor plezier, zoals je zag net. Na een week hard trainen, kijk je dan uit om de trainingsweek af te sluiten met een oefenwedstrijd? Ja, dat is als voetballer het mooiste, zoveel mogelijk wedstrijden spelen. Maar goed, daar zijn wel trainingen voor nodig om elkaar beter te leren kennen, om alles op elkaar goed af te stemmen. En dat mogen we morgen afsluiten met een moeilijke wedstrijd, denk ik. Nou ja, dat is altijd natuurlijk het toetje. Maar goed, het toetje moet wel heel erg smaken. En dat is vaak toch de afsluiting van het diner. Maar in dit geval lopen we wel tegen een aantal zaken aan. Je wil vaak toch in zo sterk mogelijke opstelling spelen. Zo niet de sterkste die op dit moment voorhanden is. Ja, en dat gaat niet het geval zijn. Dat zal niet het geval zijn. En dat is natuurlijk wel heel erg vervelend. Maar ja, so be it. Het is de voorbereiding. We hebben allemaal uitstekende tegenstanders. Het is niet zo dat we ons blind staren op resultaten. Maar je wil wel zo goed mogelijk voor de dag komen. En dat zal hier en daar wel wat beïnvloed worden door dit gegeven. Maar nogmaals, dat is niet anders. Kun je inderdaad iets aangeven over de opstelling? Bijvoorbeeld het uitbouwen richting 90 minuten of wellicht een aantal spelers met pijntjes? Nou, de intentie was om denk ik 90% 90 minuten te laten spelen. Dat gaat waarschijnlijk niet gebeuren. Ik denk dat er misschien de helft echt voor 90 minuten inzetbaar is. De rest willen we toch gewoon goed kijken richting 75. En gaandeweg de wedstrijd zullen we kijken. Dus een aantal mensen zijn sowieso die 90 niet zullen doen. Maar nogmaals, daar kijken we gewoon heel zorgvuldig naar. Maar Trafs trainen een aantal keer niet met de groep mee. Ook Serrero heeft het opgebouwd. Hoe gaat het met hen? Matafs is wat verder weg. Dus daar doen we gewoon heel veel individuele aandacht aan besteden. Toulani hebben we eigenlijk maar één moment echt van de training afgelaten. En dat overige heeft hij voor het grootste gedeelte heeft hij meegedaan. Dus dat lijkt wel de goede kant op te gaan. En we weten, beide heren komen van een bepaalde situatie vandaan. En daar zijn we zorgvuldig aan het opbouwen. Uiteindelijk gaat het om die eerste wedstrijd, 5 augustus. En daar moeten we zorgen dat we het gros van de spelers gewoon speelklaar hebben.